Wij staan hier in de Triemen, een roezig Triemen, de Hurrewien. En wij zijn van plan om naar de familie Venema te gaan. De familie Venema, ja, dat gaat daar net zo goed met ziekte. Maar Paken en Beppe Venema die krijgen een pakketje van de echte warme bakker de Jong onderbeen. Als een beetje een hart onder de riem steken om de ziekteperikelen wat voorbij te komen. En daarom gaan we nu naar de familie Venema om hun dit pakketje aan te bieden. Ja, we komen hier bij de woning van de familie Venema. En we zullen eens even aanbellen. Lichtjesbanen ook voor de Ruttenschukbol. We zullen eens even aanbellen op nummer 40 wat ze wenen. Daar wordt de deur al hier beneden. Goeiedag, ben we hier bij de familie Venema? Ja, ja. Daar ben wij. En jou ben vrouw Venema, neem ik even om. Ja, Eeuw Venema. Eeuw Venema, ja. Wij hebben een pakketje voor jou. En daar is een, of de Bengworten, mag ik zeggen. Die willen Jim, als Paken en Beppe even een hart onder de riem steken. Heb je daar een idee bij waar dat eventueel wijzen kan? Paken en Beppe, zeg dus. Ja. Want Paken houden echt nou aardig van oliebollen, hebben we begrepen. Geweldig, vonden dat. Je hoopt ze ook wel te bakken. En dan in Tunhuske bij elke. En Albedine, hier op de trekwij, of op de trekwij, bij Hendrik en Ine. En u zei, Jan, iedereen houdt er zo van. Maar Paken vond ik mooi werk. Het, wij hebben begrepen, er is wel wat gebeurd hier de laatste weekend, kan ik wel zeggen. Hè? Ja, Paken leuk. Die had acute leukemie. Acute leukemie. En wat houdt dat precies in? Kan je dat een beetje uitlezen wat voor ziekte dat precies is? Ja, dan is het heel ernstig om het zo'n dagen geven ik er eens. Jouw man die is nou wat thuis, hebben we begrepen. En hoe gaat het nou met hem? Nou, je hoort het er heel goed, maar soms is er heel de slijpende derde voor we de heel daar weer in grens werd. Dat betekent dat er een heel grote zorg op jou aankomt? Ja, maar ik doe het graag. Het is minder druk als vroeger toen ik op een plaats ben. Het werd heel druk. Hé? Ja. MUZIEK